Goedemorgen mensen, leuk dat je weer eens kijkt. Woop, ik zei het verkeerd. Leuk dat je weer eens kijkt naar een nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Het is vandaag maandag, dat betekent nieuwe week. Ik ga jullie weer meenemen. Deze week ga ik mijn camera weer erbij pakken. Ik weet niet hoeveel het is vandaag. Het is vandaag 12. Wow. 12 april. Dat betekent dus dat mijn moeder vandaag 5 maanden is overleden. Ik voelde me gisteravond al een beetje raar. En misschien daarom. Ik stond er dus niet bewust. Ik was er dus niet bewust van. Heel raar als je dat dus opeens binnenkrijgt. Maar ja, jeetje, dat viel even zwaar. Maar ik ga jullie vandaag gewoon weer, niet vandaag, gewoon deze hele week weer meenemen in mijn week. Ik had daar gewoon weer zin in om mijn camera erbij te pakken. De weekvlogs worden goed bekeken. Ze worden goed ontvangen. Dus, en ik vind het leuk, dus waarom niet? Het is nu 7:30. Ik ga met mijn zus mee rijden naar het werk. Dit is mijn laatste week. Ik werk letterlijk 4 dagen, mijn laatste week om te werken. Zo, yeah. Laatste week, laatste loodjes wegen het zwaarst. En ik ga jullie mijn outfit laten zien. Maar even mijn haarstijl. Ik heb dus een staartje in. En dan zeg maar met zo'n swoop ponytail. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik vind hem echt super leuk. En dan ga ik nu mijn outfit laten zien. Ik heb deze trui aan van de Primark. Deze witte trui van de Primark. En dan heb ik ook een broek aan van de Primark. Deze kennen jullie wel. Gewoon de straight leg. En dan met deze witte, roze, blauwe, zwarte pomma's. Deze heb ik echt nooit aan. Omdat die... ja, vorig jaar had ik ze gekocht in de zomer. En ze waren gewoon verkleurd. Maar ik heb ze dus gewassen in een kussensloop. En dan zijn ze weer mooi wit. Dus dit is de outfit voor vandaag. En we gaan werken. Guys, ik weet niet of jullie het zien op camera, maar het sneeuwt. En het is echt koud. Kijk op mijn jas. Het sneeuwt. Like, Holland, wat ben je aan het doen? En het is echt koud. En ik kom naar binnen en ik kom mijn winterjas aan. Maar ik heb deze jas aan, omdat ik mijn jas gisteravond in een was heb gestopt. Omdat er dus vlekken op zaten. En ik voel me niet lekker. Snel naar binnen. Nou mensen, goedemiddag. Ik ben weer thuis van het werk. Ja, ik heb lekker gewerkt tot 2:30. Ik ben gelijk in bed gesprongen, omdat ik me niet zo goed voel. Afgelopen zaterdag zijn we dus naar mijn nicht geweest in Utrecht. Als je me langer volgt, weet je dat ik elke zaterdag met mijn familie naar mijn oma ga. En we zijn dus bij mijn nicht geweest in plaats van mijn oma. Want mijn oma komt bijna niet uit huis. Dus mijn nicht zei, hey, komen jullie naar mij toe? Hebben we dus gedaan. Dat was hartstikke gezellig. Hadden we dus eten gekocht. Mijn zus en ik bij Spamakandra volgens mij. Als ik het niet goed zeg, komt het even hier in beeld. Want ik weet even niet waar we precies eten hebben gehaald. Maar ergens dus bij Albert Kuip. Uiteindelijk, daar hadden we ook al eten gekocht voor afgelopen jaar voor mijn moeder haar verjaardag. De volgende dag hadden we natuurlijk nog eten over en toen was het bedorven. Het eten was gewoon niet meer goed. Maar we dachten toch, het is zomer en het eten staat buiten. Oké, dus zaterdag hebben we dat eten gehaald. Zondag, dus gisteren, was dus nog een portie over. Dus heb ik het meegenomen. Heb ik het zondag gegeten. En ik had het al opgewarmd. En het rook al een beetje gek. Maar je weet toch eens iets gek ruikt. Maar je denkt van, hey, ik kan het nog eten. Toen had ik gegeten. Alleen maar gierigheid. Ik zei nog tegen mijn zus, als ik buikpijn krijg vannacht of vandaag, is het door die bami. Dus om een lang verhaal kort te maken. Ik had dus gewoon diarree en buikpijn. In de nacht, omdat ik dus die bami had gegeten. Dus echt, ik moest bijna overgeven. Voelde me echt niet goed. Maar ik denk, weet je, ik ga gewoon werken. Ik moet gewoon werken. Op het werk voelde ik me ook niet goed. Ik durfde ook niet te eten. Omdat ik heb gewoon pijn bij het afgaan. Als je nummer 2 doet.
Omdat ik gisteravond zo van het nummer 2 heb gedaan, heb ik pijn bij het nummer 2 doen. Dus ja, ik voel me een beetje gek. Ik heb ook niet zoveel gegeten. En ja, ga ik gewoon lekker chillen. Dus ik ga gewoon even rustig aandoen. Ik ga zo meteen een serie met mijn zus kijken. Ik heb de serie al gezien. Who Killed Sarah? Is echt een goede serie. Die heb ik gezien. Dus ik ga het samen opnieuw kijken met mijn zus. Want mijn zus heeft het nog niet gezien. En ik ga deze vlog ook editen. En dan zien jullie me vanavond. Ik ga mijn haar uit mijn staartje halen. Mijn ponytail. En dan ga ik deze vlog editen en lekker eten. Dus ik zie jullie later weer. Hoi mensen, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag dinsdag 13 maart. En ik sta dus al voor de spiegel. Ik heb me dus al aangekleed. En ik ga dus zo meteen uit huis. En ik moet dus werken. Ik heb mijn ene laatste avonddienst van deze week. Want zondag is mijn laatste werkdag. En dan heb ik ook een avonddienst. En ja, dus ik ga gewoon eventjes werken. Ik heb deze coltra aan van ASOS. Er zitten wel vlekjes op. Ik weet niet of je het ziet. Maar het zijn echt van die watervlekjes. Maar ik was het en ik krijg het niet eruit. Maar ja, ik vind deze dus wel nog steeds hartstikke leuk. Dus deze coltra van ASOS. Ik heb een grijze spijkerbroek aan van de Primark met die gaten. En mijn Adidas Ogui Soul. Ik wist even niet welke schoenen ik hieronder moest aantrekken. Dus ik heb maar een paar aan. Ik heb mijn jas eergisteren in de was gedaan. Dus deze trek ik ook weer lekker aan. Dus ja, dat is het. Dit is gewoon de outfit voor vandaag. En ik ga nu dus even mijn jas aan doen. Want ik moet zo uit huis. Even kijken hoe laat het is. Ja, over een minuut moet ik uit huis. Anders haal ik de bus niet. Maar wat ik dus vergeten was om aan jullie te vertellen. Wat ik dus vergeten was om aan jullie te vertellen. Ik heb dus een nieuwe baan. Ik heb een nieuwe baan. Ik heb dus eindelijk een nieuwe baan. Maar ik moet dus nu snel weg. Dus vanavond wanneer ik thuis kom, ga ik jullie meer erover vertellen. Over mijn nieuwe baan. Mensen, ik loop dus nu naar de bushalte. En ik heb nog 5 minuten. Maar de bushalte waar ik altijd naartoe loop is afgesloten hierachter. Dus ik moet helemaal omlopen. Want ze zijn aan het verbouwen. Maar het is echt super lekker weer. Het is echt lekker zonnig. De lucht is lekker blauw. En iedereen houdt toch van dit weer. Ik vind het weer echt heel erg lekker. Gewoon dat de zon lekker doorkomt. Lekker het lenteweer. Afgelopen week hadden we wat 2 dagen echt super lekker weer. Dus dat mag echt, dat weer mag van mij echt terugkomen. Maar ik vind dit weer ook echt super lekker. Dus ik hoop dat jullie ook genieten van dit weer. Ik had wel gezien, ik had wel even op de weerapp gekeken. Dus dat het deze week en volgende week best wel lekker weer wordt. 12 graden met zon. Dus ik vind het lekker. Nou, goedenavond mensen. Ik was net helemaal buiten adem, dus ik kon mijn camera en niet bijpakken. Want de roltrap hier op dit station is kapot, dus ik moest gewoon met de trap. En jullie zien het, hè, dubbele kin, dus hè, dat is gewoon met de trap. Maar het is nu bijna 8:10. Ik moet nog 7 minuten wachten op mijn metro, want ik heb die net gemist. Ik was al 5 minuten eerder weggegaan, maar ik heb het niet gered, helaas. Dus ik wacht gewoon nu op mijn metro en daarna ga ik lekker naar huis. Ik heb goed gewerkt. Morgen ben ik lekker vrij. Morgen ben ik vrij. Dus woensdag, ik ben van woensdag tot vrijdag vrij. Morgen ga ik echt iets super leuks doen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ga alleen iets doen. Dit is niet echt out of my comfort zone. Ik heb het wel vaker gedaan. Alleen naar de stad en zo. Maar nu ga ik gewoon ergens met de trein heen. En gewoon lekker alleen. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Die man keek me aan van schat. Wat doe je? Meneer, mind your business. Oké, mensen.
Ik heb dus even mijn ledlights aangedaan. Want mijn licht in mijn kamer is heel erg raar. En ik heb hem dus op de witte stand gezet. Dus jullie zien me nu heel goed. Maar het is nu, om precies te zijn, even kijken, het is nu bijna 11 uur. En ik ben dus gewoon douche. Ik zit hier weer in mijn kersttrui. En ik zei dat ik jullie zou vertellen over mijn nieuwe baan. The girl has a new job. Applausje, 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 applausje. Ik heb een nieuwe werkplek voor de mensen die mijn vorige weekvlog niet hebben gezien. Toen had ik in mijn weekvlog verteld, ik had precies hetzelfde eraan. Had ik in mijn weekvlog verteld dat ik dus 11 april had gehoord dat mijn contract niet is verlengd. En dat ik het toch niet zo naar mijn zin had op de werkplek waar ik nu werk. En dat ik eigenlijk wel blij ben aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, dacht ik wel van ja, dat is toch wel kut. Dan heb ik gewoon geen werk meer en nu heb ik vaste lasten. En altijd al, maar nu moet ik ook de huur betalen. En er zat dus extra druk op mij dat ik geen baan kon vinden. Dus aan de ene kant was ik opgelucht, maar aan de andere kant was ik een stresskip. Ik heb zoveel sollicitaties verstuurd. We spraken dus over de flexpool. En de flexpool is dus dat je niet ergens vast werkt, maar dat je gewoon overal werkt. Dus als er diensten openstaan, ik ben natuurlijk gastvrouw, ik heb mijn niveau 1. Dus als er dan diensten openstaan voor gastvrouw, kan ik daar dan gaan werken. Kan ik zo'n dienst aannemen. En dus bij wijze van spreken, als ik een auto had en in een huis, in permanent, in een verzorgingshuis, stond een dienst open, kan ik daar ook werken. Dus ik kan dus gewoon in verschillende huizen werken. Ik sta niet vast ergens. En ik heb gewoon een 3-uren contract gekregen. Dus als ik daar, wat ik daar boven werk, dus boven die 3 uur moet ik gewoon laten uitbetalen. Dus ik kan mijn eigen dagen bepalen. Ik kan bepalen of ik ochtenddiensten werk of avonddiensten. Ik kan bepalen wanneer ik werk, of ik alleen in het weekend wil werken of 2 dagen door de week. Als jij maar die 3 uur haalt. En ik denk gewoon dat het bij me past. En je werkt gewoon op verschillende plekken. Dus dat vind ik hartstikke fijn. Vooral hoe ik gewoon mijn eigen dagen en mijn eigen tijden kan inplannen. Dus ik ben van plan om hartstikke hard te werken. Nu kan ik ook meer verdienen. Dus ik ben hartstikke blij. Echt, er is gewoon een enorme last van mijn schouders gevallen. En nu kan ik gewoon weer, ja, een beetje op mezelf focussen. Weer op mezelf focussen. Want ik merkte dat ik hier was, hier stond en dat het helemaal weer zo aan het gaan was. En dat het zo aan het gaan is, moet ik weer omhoog gaan. Your girl heeft een nieuwe baan. Ze is hartstikke trots. Mijn moeder zou ook echt hartstikke trots op me zijn. Ik weet het zeker weten. Echt waar. En mijn zus is hartstikke trots op me. En ik ben ook hartstikke trots op mezelf. Dus alles op zijn tijd. Geef de hoop nooit op. Dat zei ik ook in mijn vorige vlog. En nu zeg ik tegen jou dat je de hoop niet moet opgeven. Het komt wel goed uiteindelijk. Het is vandaag woensdag 14 april. En het is nu 2:50. Wat een ochtend / middag. Ik moest dus nog ik moest kleren ophangen. Ik moest de afwas doen. En ik dacht dus dat ik op tijd was opgestaan. Ik was dus niet op tijd opgestaan. Want ik heb mijn trein gemist. Ja, mijn trein. En ik heb er 2 gemist. En ik zei jullie gisteren al, ik ga iets leuks doen. Iets alleen doen. En iets voor mezelf ga ik doen. Ik ga dus met de trein naar Almere. Jullie denken van, wow, met de trein naar Almere. Nou, dat doe ik wel vaker. Maar niet zeg maar alleen. Ik ga altijd met iemand of met mijn zus. En dan gaan we gewoon samen naar een ander stadje. Maar vandaag dacht ik nee. Of een paar dagen geleden dacht ik nee. Dat je gaat gewoon iets voor jezelf doen. Ik wil dus meer dingen alleen doen. Omdat ja, ik denk gewoon dat het goed is. Soms is het af en toe wel gewoon leuk om dingen alleen te doen. Niet heet het mensen om je heen. Dus ik heb besloten dat ik de trein ga pakken. En dat ik lekker naar Almere ga. Ik had 3 afspraken gemaakt bij de H&M. M&S mode en de CNA, maar die van H&M en M&S mode heb ik dus gemist. En ik had nog een afspraak bij de CNA om 2:10, dus die ga ik wel gewoon halen, want ik ga zo meteen een trein pakken. En dan ga ik gewoon eventjes lopen door de stad. Ik ga een lekker broodje eten, wat Starbucks drinken, gewoon een gezellige dag ervan maken. Dan kom ik weer terug naar huis. Nou mensen, ik sta dus nu in het pashokje van de CNA. En ik heb maar 1 item gevonden. Ik heb deze spijkerbroek gevonden, deze grijze spijkerbroek. En die ga ik dus even passen, want ik heb dus nog geen grijze spijkerbroek. En dat was ook niet zo duur. Hij is 15 euro, dus dan moet hij de helft van de prijs. Dus dat
Dat soort prijzen vind ik leuk. Dus ik ga deze even passen. Dan zie je hem zo. Nou mensen, ik heb de broek nu aan. Maar ik vind hem toch niet zo leuk. Ik weet niet of ik dit wel zou dragen. Want kijk, die pijpen. Die pijpen gaan gewoon... zitten niet zo mooi. Dus ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou mensen, ik heb pech. Want je kan niet contant betalen bij de Starbucks hier in Almere. En ik had al zo'n vermoeden. Want ik was ook in de CNA. Dus ik wist ook niet of je daar contant kon betalen. Dus dat is best jammer. Nu kan ik geen Starbucks drinken. Want ik heb alleen contant geld bij me. En ik kan hier ook geen ING vinden om geld te storten. Dus dat is ook wel jammer. Maar we gaan gewoon even doorlopen. Misschien kan ik nog wat eten vinden. Ik ga even bij de Hema kijken om wat te eten. En dan gaan we gewoon verder. Mensen, ik heb dus wat lunch gehaald bij de Febo. Ik heb een grillburger gehaald met een Fernandez. En ik zit dus hier lekker bij het water. Ik ben hier dus wel vaker geweest. Dus ik dacht, ik ga gewoon. Gelopen, niet hier gezeten. Maar ik wil eigenlijk daar op een bankje zitten. Maar daar zijn meeuwen en zo. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker hier zitten. Genieten van het weertje. Gelukkig regent het niet. En dan ga ik lekker mijn lunch opeten. Zo mensen, het is nu om precies te zijn 4:15. En ik ben net thuis van een dagje Almere in mijn eentje. En ik had jullie dus al verteld vanmiddag dat ik mijn afspraken dus had gemist. Bij de winkelafspraken. Dus dat heb ik gewoon gelaten. Ik heb gewoon gewandeld. Lekker geluncht bij het water. En toen ben ik naar Oriental geweest. En you guys weten dat dat mijn favoriete winkel is. Dat is gewoon mijn favoriete winkel. Ik heb een paar dingen gekocht. En ik heb twee hele leuke pakketjes binnengekregen van AliExpress. Maar we gaan eerst laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb dus een zak snoep gekocht op de markt. En ik kon dus zelf schep snoep pakken en zo. Dus dit was €6,40. Ik was aan het pakken en ik stond er niet bij stil van het jaar. Je moet nog afrekenen. Maar €6,40. Ik ga dit niet in mijn eentje opeten. Ik ga delen met mijn zus. Zaterdag ga ik naar mijn oma. Dus dan kan ik deze zak ook weer meenemen. Lekker. Toen ben ik dus naar Oriental geweest. En wat ik daar heb gekocht, ik heb twee zakken bananetjes gekocht. Eentje voor mij, eentje voor mijn zus. En van deze zoutjes heb ik gekocht, maar mijn zus heeft het al opengemaakt. Dat is echt super lekker. Dit koop ik altijd als ik bij Oriental ben geweest. En dan heb ik twee verschillende Cool Aid gekocht. Ik vind deze limonade gewoon lekker. En ik wil ze gewoon allemaal gewoon een keertje uitproberen. Dit zijn volgens mij 95 cent per stuk. En de Bacabana en die andere chips waren €2 per stuk. Toen heb ik voor een video deze 7-Up gekocht. Sherry 7-Up. Want ik ga dus binnenkort een video opnemen. En heb ik dit drankje gekocht als je moet duwen en dan komt er zo'n balletje in. En dit is in de smaak watermeloen als het goed is. Heb ik ook voor een video gekocht. En heb ik gewoon twee Capri Sun gekocht zoals jullie hadden gezien. Ik ben gek op Capri Sun. Dus toen heb ik deze Capri Sun gekocht. Cherry met pom, met ik denk gewoon dat het granaatappel is toch? Of zo, pomegranate. En peach en orange. Dus ik ben echt benieuwd naar deze smaken. Deze zijn niet voor de video. Dus deze heb ik gewoon voor lekkernij gekocht. En ik heb in totaal volgens mij €10,85 betaald. Dus dat waren alle spulletjes van Orient. En dan gaan we nu verder met de pakketjes van AliExpress. Ja, ik weet dus niet hoe ik dit moet vasthouden. Want ik wil niet dat jullie mijn adres zien. AliExpress. Ik heb sieraden besteld, ik heb hoesjes besteld bij AliExpress. En ik keek dus toevallig, want het zou, waar moet het open, tussen 9 april en eind april zou het binnenkomen. Dus toen keek ik net en toen stond er gewoon 2 mei, hè. Ik denk, wat? 2 mei? 6 mei? 18 mei? Ik schrok en toen kwam ik op tafel, toen zag ik deze twee kleine pakketjes. Ik heb dus oorbellen besteld, omdat ik draag altijd deze oorbellen. Maar ik heb dus deze besteld. Kijk hoe leuk! Oh my
my gosh. This is so cute. En ik was dus moe om zeg maar dezelfde sieraden de hele tijd aan te trekken. En ik heb ze besteld en ze waren ze eigenlijk best wel snel binnen. Ik weet eigenlijk niet wanneer ik ze heb besteld. Ik ga zo even kijken en anders komt het wel in beeld. Oh my god. Yes. AliExpress. Wacht even. Op de foto was het anders. Dus ik heb zo'n ketting besteld. Het is oorspronkelijk van Louis Vuitton met zo'n slot. Maar het leek anders. Ik ga het even passen. Ik ben wel echt super excited. Ik vind het zo leuk. Ik ga vaker dingetjes bestellen op AliExpress. Ik heb hem dus even passen. Ik zie al dat dit super kort is. Oh, hij is wel leuk. Oh, wacht even hoor. Hi, bye. Hoe moet dit? En ik ben... Oh. Ja, oh, hij is wel nice. Oh, hij is wel nice. Ja, ja. Ik vind dit super nice. Hij is ook echt niet, hoe heet dat? Net zo kort als dat ik dacht. Hij is echt super nice. Bijna killed mezelf. Maar hij is echt super nice. I love it. Oh, wat leuk. I love it. Ik heb eigenlijk weer een ketting. Want ik droeg dus een ketting met mijn sterrenbeeld van de Primark. Maar die was gewoon verkleurd. Oh, super leuk. Oké, ik ga nu de oorbellen proberen. Ik vind die ketting echt super leuk. Hij is echt super leuk. Ik heb hem echt vaak gezien bij mensen. Dus ja, jonge meisjes die dan zeg maar een small business hebben en zo. En daar kost hij dan alweer 10 euro. En dat vind ik best wel 10 à 15 euro. En dat vind ik persoonlijk best prijzig. Terwijl dat ik hem op AliExpress volgens mij niet eens zo duur heb gekocht. Oh ja. Wat leuk. Ik ga echt meer sieraden bestellen op AliExpress. Wat leuk. Ze zijn ook lekker groot. Oh, dit is toch super leuk. Goedenavond mensen, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag donderdag, al een beetje donderdag, 15 april. En ik heb vandaag helemaal niet gevlogd, omdat ik was het eigenlijk gewoon vergeten. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn, ik ga niets verzinnen. Maar ik was het eigenlijk gewoon vergeten, omdat ik moest een beetje opschieten vandaag. Want ik had dus een afspraak voor mijn haar, dat ze de voorkant... opnieuw heeft gedaan en de achterkant, wat dat ik losgemaakt gisteravond. En nu ziet het eigenlijk gewoon weer beter uit. En dan, nu kan ik er weer een paar weken weer tegenaan. Super aardig dat ze tijd heeft gemaakt. Maar ik moest dus een beetje opschieten omdat ik dus het haar nog moest meenemen. En het haar was ik thuis vergeten en ik zat al in de bus. Dus ik moest helemaal terug, opgelost. Ik was gewoon op tijd en het is echt koud, hè. Maar ik loop dus nu weer richting het station. En dan ga ik naar huis. Ik ga als het goed is nog even met mijn zus buiten wandelen. Dat hebben we gisteren ook een uurtje gedaan. We waren echt net op tijd thuis voor de avondklok. En ik ga echt wat drinken halen op het station. Want mijn keel is echt droog. Ik ben trouwens bij het Duivendrecht station. En daar pak ik gewoon de metro. En dan stap ik over op de bus. Dus ik zie jullie zometeen weer. Leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag vrijdag 17 april denk ik. En ik ga vandaag met mijn zus naar de Tosti Club. Ik had het dus gezien bij een ander meisje op YouTube. En ze eten gewoon lekkere tosti's. En ik wou het ook proberen. En gelukkig heb je ook een vestiging hier in Amsterdam. Ik moet een beetje opschieten. Altijd moet ik opschieten. Maar ik wou jullie mijn outfit nog laten zien. Ik heb deze Coltra aan van de M&S. Van de... CNA, wat jullie in mijn andere weekvlog hadden gezien. De broek van de H&M en dan deze schoenen eronder. En dan met mijn ketting van AliExpress en gewoon mijn alledaagse oorbellen. En natuurlijk mijn tas erbij. Ik heb er al... Wow, ik kan niet eens meer Nederlands praten. Ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. En mijn zus is al gelopen, omdat ze vindt ik doe altijd lang. Maar als zij veel herrie maakt, kan ik mijn vlog niet openen, schat. Dus we gaan gezellig naar de Tosti Club.
Nou mensen, ik loop dus nu naar mijn zus toe. Want we gaan even naar de begraafplaats. Ik heb ook twee hele mooie rozen gekocht. Ik heb een rode roos en een beetje roosachtig. En die vrouw heeft me advies gegeven. Dat ze een heel mooi schuin heeft afgesneden. Want dan groeien de rozen, gaan ze mooier open. Dus ik vind ze leuk. En ik hoop dat mijn moeder ze ook mooi vindt. Ik heb dus een tosti met, wat heb ik ook weer, salm en kaas. En wat heb jij? Ik heb parnaham met ricola en oude kaas. En je pijnboompitten. Oh ja, en pijnboompitten. Ik heb ook die saus. Het ruikt gewoon... Het ruikt niet lekker, Joya. Ik ga het proeven. Ruik het? Ja, ik heb het toch geroken. Nou, ik ga het proeven. Maar goed, kijk. Nou. Ja, het zal wel. Oké, dan moet ik wel die zout. Nou, ik proef nog niks. Je bent lekker. Met die saus. Nou, ik vind het wel lekker. Ja. Het is wel een... Ik dacht eerst dat het echt een rare combinatie zou zijn. Ja, die saus. Het moet een beetje naar ketchup of zo. Ketchup? Ik weet niet. Misschien moest ik wel met wasabi nemen. Ja. Ja. Ja, die saus is wel. Toch? Is wel lekker. Ja. En nog een beetje van me. Nee, hier. Oh, waar? Hier, ja. Het is ook lekker met die salm. Echt. Ja, ik voel me ook wel lekker. Ja. Het is een beetje mosterd of zo. Nee, maar ik hou niet van mosterd. Ja, ik geef het een 7. Ik geef het een... 7,5. Die saus maakt het toch wel lekker, ondanks ik niet van... Maar ik zou die saus niet zelf kopen. Nou mensen, we zijn ook nog langs de Tea Guys geweest. Ik heb watermeloen met lynchie balletjes. En Fanny heeft passion fruit met lynchie balletjes. En nu staan we op de Albert Cuypmarkt. Oh, dit gaat niet. Dus ja. De vorige keer had ik die van Fanny en die vind ik lekkerder. Die is een beetje waterig of zo. Maar. Ook lekker. Mensen, we zijn weer thuis. En ik heb alweer een pakketje van AliExpress. Je weet precies wat het is. Het is echt klein. Het is zo'n dingetje voor je oorbellen. Maar zo breekbaar. Dat het niet gebroken hier is aangekomen. Nou. Oh ja. Kijk, Phil. Klein, hè? Zo'n dingetje voor je oorbellen. Dan kan je je oorbellen hier zo. En dan kan je het zetten zo. Dus dit heb ik ook besteld. En de prijs weet ik niet. De prijs komt hier in beeld. Dit is pakketje nummer 3. Handig. Ziet het er niet lekker uit? Lekker warm met ijs. Mensen, bon appétit. Goedemorgen guys. Ik ben zoals bijna elke dag in een hurry. Ik heb nog 2 minuten om te vertrekken om naar mijn bus te gaan. Dus ik moet een beetje opschieten. Het is zaterdag en het is bijna 7:15. Zaterdag
voor april. 16, 17, ik weet het even niet. Maar ik moet gaan werken. Dit zijn mijn laatste 2 dagen. En dit is mijn outfit. Ik heb dit t-shirt aan. Dit gele t-shirt van H&M op. En het staat op Parijs. Paris, denk ik. Broek van H&M. Sneakers. Converse. Steady coat. Ketting. En oorbellen. En ja, je kent het wel. Ik ga dus nu uit huis en vanmiddag gaan we de banken bekijken. En dan ga ik later ook naar mijn oma. Ik moet denk ik een broodje kopen op station. Want ik heb geen tijd meer en ik heb honger, dorst, alles door elkaar. Dus ik zie jullie later weer. Nou mensen, we zijn dus nu. We hebben echt nog een paar minuten. We hebben tot 16:30. We hebben de tijd, want we zijn dus nu bij A-meubels. Want we zijn banken aan het kijken. En mijn oma is dus net weggelopen om het te vinden dat mijn nicht en mijn zus te lang doen. Maar het is wel echt, ze hebben echt super mooie banken. Ook voor lage prijzen. Oh my god, ik doe alsof ik gesponsord ben. Maar hier zijn we dus. Echt leuk. Mooi, mooi, mooi. Hoi mensen, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag zondag. Het is volgens mij nu iets van 9:15. Ik ben net thuis van mijn laatste werkdag. Ik heb een weekvakantie. Zoals ik eerder in de vlog had verteld, dat deze week mijn laatste werkweek is. Ja, ik heb gewoon lekker gecoachings op met een leuke collega. En toen ben ik nog op de afdeling. Op een andere afdeling afscheid gaan nemen van de collega's en van de cliënten. Het was wel een beetje ja, gek. Ik moest niet huilen of zo, maar het voelde wel een beetje emotioneel aan. Omdat je toch op een of andere manier een band met hun had. Ik zag ze 4-5 dagen in de week. Dus het was best wel gek. Maar ik ben blij dat ik dit, ja, gewoon dit hoofdstuk mag afsluiten. En dat ik gewoon weer opnieuw kan beginnen. Een nieuwe baan. Een fresh start. In september weer naar school gaan. Dat ik dit hier kan laten. En dat ik gewoon verder kan gaan. Ben ik super blij mee. Gisteravond. Ja, gisteren nadat ik bij mijn oma was. En het rotje had gegeten. Heb ik niks meer gevlogd. Vandaag ook niet meer. Ik wou gisteravond eigenlijk al de vlog afsluiten. Maar ik ben dus in slaap gevallen. Dus die dag weet je. Ik doe het morgen wel gewoon. Want ik kan niet opeens zo abrupt de vlog afsluiten. Het voelt voor mij een beetje als een gekke week, als een rommelige week of zo. En of ik niet echt ja, genoeg beeldmateriaal heb of zo. Ja, ik weet het zelf ook niet. Maar ik heb er toch wel tijd in gestoken. En ik vond het gewoon leuk om jullie te laten zien wat ik deze week heb gedaan. Iedereen heeft wel een rommelige week of wat dan ook ooit in zijn leven. En die was deze week bij mij. En ja. Wat ik ook nog even wil zeggen, waar ik ook rekening mee wil houden, is dat ik dus de vlog niet zo lang maak. Ik wil niet 37 minuten, ik kom bijna gewoon in de buurt van 40 minuten. Dat wil ik dus niet, dus daar ga ik ook een beetje op letten. Ik probeer zo meer goed mogelijk te editen en alles. Dus daar wil ik ook op letten. Ik weet niet wat jullie fijn vinden. Vinden jullie een lange vlog fijn of iets korter een vlog? Jullie moeten het even allemaal zeggen. Ik praat gewoon veel. Ik wil jullie gewoon zoveel mogelijk laten zien eigenlijk. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dit is het einde van mijn weekvlog. Volgende week heb ik ook een paar leuke dingen op de planning staan. Dus ik ga dan weer mijn camera erbij pakken. En dan zien jullie eigenlijk de week daarna. Zien jullie de andere vlog. Deze vlog komt lekker maandag online. Nu ben ik lekker een weekje vrij. Kan ik ook weer video's opnemen. Dus dat komt helemaal goed. Vond je dit nou een leuke weekvlog? Vergeet zeker geen blauw duimpje achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal. Want ik zit bijna op die 100 abonnees. En laat vooral een leuke reactie achter. Dan ben ik al blij. Dus ik zie jullie bij de volgende weekvlog. Doei!